Over 3 weken begint in Canada het WK Curling en Nederland is erbij. En over curling hoor je vaak dezelfde vooroordelen. Soms hoor je zelfs precies dezelfde vooroordelen. Hier, de Volkskrant. Jeu de boule op ijs, schoonmakers met een bezemsteel. Eerder meditatief dan spectaculair. Zomaar wat vooroordelen over curling in Nederland. En is het überhaupt wel een sport? Eerder meditatief dan spectaculair. Ja, mooi. Ja, maar dit stond een half jaar eerder in NRC Handelsblad. Concierges op het ijs, Olympisch schoonmaken. Een potje jeu de boule met een glijdende steen. Eerder meditatief dan spectaculair. De vraag of het überhaupt wel een sport is. Ja, ook mooi. Ja, eigenlijk precies even mooi. Ja. Ja, maar het hardnekkigste cliché over curlen is natuurlijk dat het een ontzettende nazi-sport is. Hè? Ja. Je denkt aan curlen en meteen heb je die beelden van een curlende Seyss Inquart op je netvlies. Ja. Wat lopen ze nou allemaal te doen, joh? Als je dit zo ziet, is het misschien maar goed, hoor, dat de geallieerden hebben gewonnen. Ja. 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 Maar inmiddels is curlen een serieuze sport. En Nederland gaat dus naar het WK. Dit is ons team. Hello everyone, my name is Jaap van Dorp. I'm the skip of the Dutch men's team. Hi, my name is Carlo Glasbergen. I am the lead of the Netherlands men's curling team. My name is Wouter Guskens. And my position in this team is third. Hi, my name is Lawrence Zuckman. And I'm second on this team. Hello, my name is Stefano Mioch. And my position is alternate. Ja, Stefano kan eigenlijk overal spelen. Zijn er trouwens veel mensen in Nederland die curlen? Nou, gok eens hoeveel. Weet niet. Nee, wat denk je? Nee, ik heb geen idee. Gok, gok. Ik heb echt geen idee. Gok nou gewoon! 150. Hoeveel actieve leden zijn er die curlingbedrijven in Nederland? Nou, je hebt nu iets van 150 actieve leden. Maar eigenlijk degenen die mee kunnen draaien met de top, die zitten nu allemaal hier in de studio op onze reservespeler na. Nou, een beetje jammer om je reservespeler zo te dissen. Ja. Maar... ja, er is dus een kleine top, maar die hebben er wel heel veel voor over. Zodat mijn vriendin ook een curling doet, anders zou ik die niet echt meer zien. Ja, het is gewoon werken, eten, curlen, slapen. Ja, grappig. Ik heb precies hetzelfde, alleen dan niet met curlen, maar met neuken. Oh ja. Ja, ik ook, maar dan niet met neuken, maar met fietsen. Ik ook, maar dan niet met eten, maar met neuken. Ja. Oh ja. Dus het is werken, eten, curlen, slapen. Dat klinkt al heel zwaar, maar het wordt nog zwaarder. Je hebt in Zoetermeer heb je een curlingbaan. Dat is de enige echt in Nederland. Dus daar wordt alleen curling op gespeeld. Maar jullie komen, jullie komen uit Zoetermeer, in de allemaal? Buurt van Zoetermeer, ja. Okay, Zoetermeer, allemaal. Jongens toch, ja. Ze doen er dus echt alles voor. En Jaap, Carlo, Wouter, Laurens en Stefano zijn misschien ook goed genoeg om de Olympische Spelen te halen. Ja. Nou, Stefano niet hoor, denk ik. Nee, oké, maar de rest wel. Ze hebben een goed team, maar er is één man die zich zorgen maakt. Dat is Maurits Hendricks, dat is de technisch directeur van het NOC-NSF. Dit is hem. Curling is alive and kicking in the Netherlands. Yet, there are only 150 people in the Netherlands... who play curling. Curling is alive and kicking, maar er zijn maar 150 spelers. Ja, Maurits Hendricks heeft een vrij lage alive and kicking standaard. Harry Mulisch is alive and kicking in the Netherlands, yet we buried him op Zorgvliet. That means a shortage of good professionals. Reason enough to offer Dutch Canadian boys, girls, men and women with a double passport the opportunity to sign up for our selection procedure. Maurits Hendricks gaat dus in Canada op zoek naar spelers voor het Nederlands team, want daar kunnen ze beter curlen. Hij wil dus van Nederland het Qatar van het curlen maken. Stadions op desolate plekken en de nationale ploeg vullen met mensen uit het buitenland. Do you dream of a career as a full-time curling professional? Do you have a double passport as a Dutch Canadian? Or do you have family in Canada? With curling dreams? Sign up or pass it on right away. For more information, visit Holland's Next Gold Medal. Ken je iemand die wel eens in Canada is geweest of weet waar Canada ligt? Ga naar hollandsnextgoldmedal.com, want alles beter dan onze eigen jongens. Ja, die zetten er alles voor opzij. Alleen maar eten, slapen, curlen en Zoetermeer. En dan gaat Maurits Hendricks achter hun rug om international shoppen in Canada. Ja, het blijft toch een nazi-sport, hè? Ja. Inderdaad, ja. En daarom hebben wij ook een oproep gemaakt. Maurits Hendricks is alive and kicking als directeur van Team NL. Reden genoeg om op zoek te gaan naar een vervanger. Dus, heb jij een Nederlands paspoort of een ander paspoort of een OV-chipkaart... of ken je iemand met een paspoort of met een OV-chipkaart of een rare ziekte? Maakt allemaal niet uit als je maar niet Maurits Hendricks bent. En dan heb ik het vooral even tegen jou, Maurits Hendricks. Je weet wie je bent, namelijk Maurits Hendricks. En die willen we niet. Dus, ga snel naar hollandsnextmauritshendricks.com... En misschien ben jij wel de nieuwe Maurits Hendricks. Beste kikkers van dit filmpje, hè? Ja, kikkers. Nee, het staat er echt. Ja, nou,
Ja, dan zal het wel kloppen, toch? Kikkers. Ja. Beste kikkers van dit filmpje. Vond je dit een leuke video? Abonneer je dan op dit YouTube-kanaar. Kanaar? Kanaar, met een C. Kanaar. Nou ja, als het hier staat. Ja. Tot ziens!